Oh, wat ik aan het doen ben. Ik ben hier een handtekeningenkaart aan het schrijven voor een kijker van Twitch. En als je ook heel graag zo'n handtekeningenkaart wil, moet je eigenlijk gewoon even mijn Twitch livestreams gaan kijken. En bij 60.000 punten kan je er ook eentje kopen. Hey, gratis even niet. Gewoon een handtekening van mij. Superleuk. Dus volg me op Twitch. Doe het nu. En ga gewoon kijken. Ja, ik ben nog steeds altijd, al die tijd, altijd Melvin. En leuk dat je hebt geklikt op weer een heleboel onzin. Discord donderdag is deze video die jij nu kijkt, waarin ik reageer op rotzooi die ik krijg aangereikt. Join de Discord nu via de link hier beneden en stuur snel iets en zoals ook al anderen deden. Niks is te gek, echt elke rare video die mag. Maar voor nu veel plezier met de nieuwe Discord donderdag. Yo, Melfam! En welkom terug bij weer een gloednieuwe Discord donderdag. Ik ben natuurlijk Melvin. Ik heb weer aan jullie gevraagd of jullie leuke video's kunnen opsturen. En daar gaan we weer met elkaar naar kijken. Ja, dat is het concept wat we al bijna 2 jaar lang, of misschien, ja, al langer, al meer dan 2 jaar aan het doen zijn. Super origineel, super leuk nog steeds. Oh, we gaan gewoon wel weer beginnen. Deze video heet Giant Enemy Spider. And the giant enemy spider. Wat? Ik dacht al dat ik deze video ooit een keer eerder had gezien. Alleen dat hij dit geluidje had, dat kon ik mij niet herinneren. Wat? Wat was dat voor een gekke video? Ik vond wel dat hij het heel mooi had gedaan. Dus 10 out of 10 voor die man. Diabetes. Ja, hallo? Ja, ik zal het ze zeggen, is goed. 2011 belde en die vroeg of ze fijn terug mocht hebben. Ongelooflijk. Wat kut. Ik heb dus geen idee wat Olivia is, maar ik vind het wel grappig klinken. En het zijn varkens en die zijn altijd wel schattig. Wat was dat? Was dat iets met horror of zo? Was dat eng? Moest dat eng zijn? Ik heb heel veel vragen en heel weinig antwoorden. Ik wil überhaupt eerst weten wat Olivia is. Olivia Pig. Olivia is een Brits-Amerikaanse animatieserie gebaseerd op de boeken van Ian Falcone. De serie werd geschreven door Jill en tellen 2 seizoenen. Oké dan. En hoe kan hier staan 37 episodes en aantal afleveringen 40. Nou, dat bewijst me weer dat Wikipedia niet altijd gelijk heeft. Oké, ik heb de officiële teamsong en eerlijk, die ziet er toch super goed uit. Kijk dit dan! Dit klinkt gewoon ook wel heel goed. Pap, pap, pada, pada, pap, pap. Ik wil dit zien. Dit is gewoon echt zo'n kinderserie dat waarschijnlijk echt gewoon heel leuk was. Dat je als vader of moeder zijnde ook gewoon mee ging kijken met je kind. Dat is dit. Dat zie ik nu al. Dit is gewoon geweldig. Kwaliteit, dankjewel. Hier een Kermit en dan met de titel I Got The Moves. Dit moet gewoon een goede video Kermit. Zijn. I Got The Moves. Jesus Christ! Look at my kicks, bro! Sick kicks, huh? They're sick! Oh yeah, I got them! Nikes! Het klinkt ook gewoon goed! I got these Nikes on! New Nikes, Air Jordan 1s! Nikes! Premium oh, Black wow. Edition! Kermit, what are you doing? I'm dancing, bro! Kermit, did you see record with your nose? No, I didn't! Oké, ik vond dit best wel leuk. Het was heerlijk kort en krachtig. Kermit die supergoed werd gespeeld. Ja, goed. Hier kan ik wel mee me vermaken. Oké, misschien niet de hele video, maar dit was toch wel even leuk om te zien. Russisch getitelde video's zijn altijd goed. Wat? Een egel, ja. Oké, die was eigenlijk wel grappig. Ik had het ook eerlijk gezegd niet verwacht. Ik denk van, hey, een egel die binnen is bij iemand en die niest. En dan, boom, hele huis kapot. Ja, ik vind hem leuk. Moet toegeven, deze Russische video was grappig. Ja. Netherite. Netherite scrap. Netherite block.
Net. Nether. Right. Yes! Die was goed! Ik moet gelijk iets bekennen. Ik heb nog nooit Netherite in Minecraft gehad. Op geen één manier. Vet zielig, hè? Ja. Maar dit was een leuk videootje. Ja. Goed gedaan. 5e seconde weer. De tijd wat gewoon nodig is om een video leuk te maken. En dit was een goeie. Ik vond hem leuk. Dankjewel voor deze leuke video. Today's secret ingredient is... Is dit een soort van Masterchef of zo? Met een... Geheim in ge... Wat? Ik heb dit nog nooit gezien en dit komt uit 2008. Dat is echt ziek. Dit is gewoon kwaliteit. Dat moet eigenlijk gewoon een donatiegeluidje of iets worden op mijn stream. Dat iemand mij dan volgt en dat je dan gewoon deze gozer hoort. Dus volg me op Twitch en misschien heb ik dan dit geluid wel. En niet eens trouwens het geluid. Überhaupt het feit dat ze een geheim ingrediënt hebben voor de kandidaat, dan is het bier. Like, what the heck? Dit is de allereerste video van Vitesse-fan. Op dit kanaal wil ik dingen over Vitesse uploaden. Bijvoorbeeld leuke transfer, mooie goals en nog veel meer. Dus abonneer en mis geen video en geniet ervan. Sure, thing. Dankjewel. Ik heb echt helemaal niks met voetbal, dus ik weet niet eens waarom ik hierop heb gereageerd, maar oké. Okay. Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van mijn kanaal. Ik ga vandaag een nieuwe video maken. Oh ja, ik moet het natuurlijk hier staan, wat ik een speciale gast heb genaamd. Woei! Ik! Oké, dat begint ook gewoon eigenlijk gelijk al van... Shit, ik sta op de verkeerde plek, ik moet verplaatsen! Ja, zijn naam is Steun van ST Video's. Oké. Abonneer! Oké. Ik vind het nu al echt heel sociaal ongemakkelijk. Vijf soorten kinderen. Dat was het. Ja. Vijf soorten kinderen was het. En dan, ik hoop dat jullie hier plezier hebben. Vijf soorten kinderen. Hoe lang en duurt like deze... En like en abonneer. Ja, precies wat hij zegt. Doe dat. Like en abonneer. Hoe lang duurt deze intro? Oh! Oh, wat stond daar? Daar stond iets. Hallo, video? Het kind dat moest stoppen bij zijn beste potje. Hij speelt een spel, waarschijnlijk Fortnite. Ja. En dan komt zeker zijn moeder of zo, zijn vader. Wat de heck? Schat, eten is klaar! Nee, man. Nog heel even, dit is echt bijna mijn beste potje ooit geweest. Oké, nou ja, leuk, grappig, haha. Ik weet nog steeds niet waarom ik soms op deze video's reageer met die kinderen. Want aan de ene kant superleuk dat ze met Yuya bezig zijn, maar aan de andere kant heb ik altijd een heel dubbel gevoel erbij. Dus ja, laat me weten of ik nog vaker op zulke video's moet reageren of juist moet minderen. Volgens mij... Ja. So is that gas in here? Oh no, someone left the gas on all year. Gus, come help me air this out. Sven, I'm gonna light us a fire. No! Oh dear. No. Volgens mij heb ik hier al een keer eerder op gereageerd, maar oké. We hebben elkaar nodig, merk ik. Want deze Disco Donderdag was echt heel erg matig. Ja. Ik zeg het gewoon, er waren niet hele leuke video's. Dus kom alsjeblieft op mijn Discord server. Help me alsjeblieft met het verbeteren van deze serie. En als dat niet gebeurt, ja, dan zal het heel zielig zijn. In ieder geval wil ik jullie al bedanken voor het kijken naar deze Discord Donderdag. Dat op blauw duimpje als je genoten hebt. Klik je naast of nergens wat anders. En abonneer op mijn kanaal, reageer op mijn kanaal. En ja, dat was het. Was weer leuk, was weer gezellig. Reageer op video's. Voor dan heb ik nog maar één ding, dat is... Doei mensen!